De afgelopen week liep Rob Heugens iedere dag de trap van de Zwijndrechtse brug op en af. Dit was om geld op te halen voor het goede doel. Rob heeft in 8 dagen tijd €2.099,52 opgehaald voor de Clinic Lounge. Kijk, nou, met 20 heb ik in ieder geval gehaald. Ja, hè? Geweldig. Afgelopen zaterdag werd de klimmer uitgeroepen tot winnaar van de alternatieve Alpentocht en had dus de hoogste opbrengst.